terug. Zo Guus, hier staan we jongen. Nou, ja. Bij dit mooie spandoek. Je bent al heel actief geweest. Heb ik de afgelopen weken gezien natuurlijk. Op Facebook en op Twitter en op de terras van ons café natuurlijk. Met een mooie spandoek. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. En ben jij er klaar voor, Mies? Ik ben er zeker klaar voor. De 11e wordt een topfeestje hier. Alleen, jij mag de muzikale omlijsting natuurlijk doen. En de vraag is, je hebt een nieuwe single. Die komt binnenkort uit. Ja, die klopt. Die komt binnenkort uit. Die gaat Gok op mij eten. En 3 februari gaan we hem presenteren. Er komt de clip uit. En 11 februari presenteren wij hem hier. Samen met andere gastoptreders. En dan gaan we er een heel gezellig feest van maken in ieder geval. Ja, mooi. Ik heb ook een mooie sjaal voor jou gekregen. Laat hem maar eens even zien aan het Essense publiek. Ja, kijk, zo gaan we dadelijk. Het is de bedoeling dat de hele zaal vol staat met sjaals van mijn naam. Hè. Ja, hou hem even omhoog, dan zien we hem. Met Guus Dogge erop. En zo hebben we ook nog eentje in contra. Dus dat is hier blauw met wit. Nou, mooi. Ik denk dat het helemaal goed gaat komen op zaterdag 11 februari. Hoe laat beginnen we? We beginnen om 7 uur gaat de zaal open en om 8 uur starten we met de muziek. Oké, hoe gaat het met de kaartverkoop, Guus? Ja, het gaat als goed is, hij loopt nog steeds goed. Ja? Hoeveel staan we al ondertussen? We zitten nu over de helft in Nederland. We zitten nu op de 145 als ik goed heb. Dus... Nou, netjes. Ik zou zeggen, we gaan er iets van maken. Als jullie Guus willen zien, op YouTube staat sinds vandaag een nieuwe clip. Er staat een nieuwe clip. Waar krijgen ze die gevonden, Guus? YouTube, mijn naam typen. Guus Dogge. En dan verschijnen mijn twee afgelopen singles. Krijg je dan te zien. En waar je nog meer van mij kunt vinden is op mijn website en op mijn Facebook. Oké, duidelijk. Maar Mies, nou ben ik hier wel de 11e iets aan het organiseren. Maar doe jij zelf nog iets? Ja, natuurlijk doe ik nog iets. We hebben op zaterdagmiddag 21 januari om 2:30 hier de Dorinis. Die hebben een 11-jarig bestaan van hun muzikale optredens. En dan komen ze hier on tour. En dat betekent dat ze ons café ook een bezoek aankomen doen. En er wordt hier een te gek groot feest op zaterdagmiddag om 2:30. Ja, hoe verzin je het op zaterdagmiddag? Maar we gaan het toch gewoon doen. Ja, op zondag daarna gaan we bingo weer. Dat was afgelopen zondag ook een grote hit in het café. En dat is natuurlijk allemaal voor een goed doel, de fanfare. Die wil nu weer pakken en daar werken we met ons café ook aan mee. Dan hebben we op 27 januari Raymond Hermans. Is onder de jeugd heel erg bekend. De ouderen zijn natuurlijk ook welkom. En 17 februari, dan gaan we opwarmen voor het carnaval. Kijk. Dat is de vrijdag voor het een week voor carnaval. Dan hebben we het opwermersbal. En dan komt Marco Kraats en de Partyfreaks. En dan gaan we vast even in de carnavalstemming komen. Dat wordt gezellig. Dat wordt zeker gezellig. Dus we gaan nog zat te horen krijgen van jou hier. Juist. En tussendoor gaan we even Guus Dogge presenteren hier. Dus. Ja, dat komt allemaal goed. En dan is het alweer carnaval. Dus ik denk dat het een mooie maand gaat worden, februari. Het wordt een mooie maand. Januari is nog niet afgelopen. Dus dan gaan we mee eindigen. En februari gaan we dadelijk in. En het wordt, ja, het is hier gewoon druk. Goed zo. Dankjewel. Jij mag naar huis nemen. Liefde en van harte.